Hey, goedemorgen. Het is gewoon. Wat is het? Het is gewoon 9:15. Oh my god, dit is echt sinds. Ik kan me niet eens meer herinneren wat de laatste keer is geweest dat ik op een beetje een normaal tijdstip ben gaan slapen. Ik ben om 12:30 gaan slapen. En het is nu gewoon 9:15 op een normaal tijdstip. Ben opgestaan. Winning in life! Ik heb mijn lekkere lauwwarme citroenwater. Nies die is anime aan het kijken. Dat is Japanse cartoons, om het zo maar te zeggen. En vandaag gaan we naar Llama Island. Ik ga dan eindelijk de hike doen en jij gaat mee. Nog heel even ontbijten voordat ik deur uit ga. Ik ga eventjes voor een licht ontbijt. Alleen maar eitjes. Zodat ik niet zo misselijk word als gisteren. Ik ben onderweg naar de ferry. Naar de veerboot. En kijk hoe zonnig het is. Echt waar. Vorige week was absoluut niet zo zonnig. Misschien een paar uurtjes in de ochtend. Maar dit is de eerste echt goede zonnige dag die ik meemaak. Omdat jullie er weer zijn. Yay! Het is vandaag trouwens een public holiday. Een openbare feestdag. En ik dacht dat het misschien veel drukker hier zou zijn. Maar het valt gelukkig wel mee. We zijn weer op Llama Island. Boom, instant vakantiegevoel. Het is echt zo'n chille boel hier. Hoor je die vogeltjes fluiten? Krekels. Hippie eilandje. Awesome. Jongens, ik heb iets besloten. Ik was van plan om eerst te gaan hiken en daarna misschien te zwemmen. Maar aangezien dit letterlijk de eerste dag in Hongkong is dat de zon schijnt en dat ik op tijd op het strand ben, ga ik gewoon lekker zwemmen. Oh, je kan het niet zien, want het is overbelicht aangezien de zon schijnt. Dus ik ga nu lekker zwemmen. Ik heb geen GoPro bij me, dus helaas kan ik je niet mee het water innemen. Maar ik heb hier zoveel zin in. Gewoon echt even lekker zwemmen in de zee en chillen. Woe! Het was echt super lekker. Ik wou er eigenlijk helemaal niet uitkomen. Het water is koud, zoals ik al eerder zei. Maar omdat het zo warm is buiten, is het juist super lekker om erin te zwemmen. En ik was dus lekker aan het dobberen en ik wilde er niet uitkomen. Maar toen keek ik om me heen en ik zag een kwal. Nou, nu durf ik dus niet meer het water in. Ik ga denk ik gewoon lekker opdrogen. En dan misschien later eventjes weer verder hiken. Ik weet dat er nog een strand is. Misschien kan ik daar dan nog een duik nemen. Maar kwallen? No. No. Ik ga nu verder hiken. En dit is dus zo chill van alleen reizen. Ik logeer nu bij mijn broertje, maar hij is er nu dan even niet bij. Jij besluit lekker of je op het strand wil gaan liggen terwijl je van plan was om te hiken. Jij besluit wanneer je weer verder wil hiken. Misschien wil ik straks weer de zee inspringen. Who cares? Je beslist lekker zelf. Enige nadeel is, ik moet nu zelf wel even kijken waar ik heen moet. Wauw, kijk hoe cool. Daar in de verte, daar, zie je denk ik Lantau Island. Het eiland waar ik afgelopen vrijdag heb gehiked. En daar kan het natuurlijk weer heel ander weer zijn dan hier. Prachtig uitzicht. Ik ben aan de andere kant van het eiland bij een ander vissersdorpje. Heel cute. Ik ga even kijken of ik hier wat lekkers kan eten. Ik heb even tofu besteld. Aangezien de porties hier zo gigantisch zijn, moet ik meestal kiezen tussen of groente of tofu. En deze keer had ik even trek in tofu. En ik heb gevochten voor mijn uitzicht hoor. Want meestal, zal ik je eens iets vertellen? Een van de nadelen van alleen reizen is dat ze het niet chill vinden als je zeg maar zo'n grote tafel in je eentje bezet hebt. Wat ze dus heel vaak doen is ze proberen je in een hoekje weg te stoppen of ze zeggen dat je überhaupt daar niet mag eten. En deze, die wilde me dus helemaal voorin stoppen, gewoon bij de weg, waar het gewoon niet boeiend was om te zitten. Terwijl ik zag dat de helft van het restaurant gewoon leeg is. Dus ik dacht, ja, later. Ik
daar echt niet zitten. Normaliter, als het echt druk is, dan maak ik er geen probleem van. Want ik snap het. Als ik restauranthouder zou zijn, zou ik het ook doen. Maar nu was het echt, het is bijna 2 uur en de lunchtijd is bijna voorbij. En ze hadden het van, ja, booking, groot groep, bla bla. En ik dacht echt, nee, je kletst gewoon. Het is gewoon niet waar. Dus ik zei, joh, ik ben er maar 30 minuutjes. Ik eet even snel. Laat me gewoon even daar zitten. Die man is net weg. Er zat hier ook, zaten hier 2 mensen te eten. Dus ik heb echt even gewoon gevochten voor een plekje met een uitzicht. Omdat ik dacht, ja, I don't care. Jammer dan dat ik alleen ben. Ik wil gewoon ook een uitzicht. En dit is mijn uitzicht. En ik ben er trots op. Oh yeah. Oké, dit was echt te crazy. Ik ga je even een paar tips geven om je leven op reis makkelijker te maken. 1. Als je bij zo'n foodstraat komt, waar ik nu in sta, loop dan altijd een stuk door. Aan het begin zijn de prijzen het duurst, omdat mensen lui zijn en bij het eerste restaurant gaan zitten. Dus daar zijn de prijzen veel hoger dan als je gewoon eventjes 5-6 restaurantjes verder loopt. 2. Als je zeg maar iets gedaan wil krijgen van mensen, dit is je gouden middel. Lachen. Altijd blijven lachen. Zelfs toen ik aan het vechten was met die vrouw, zei ik, ah, but I'm only here 30 minutes. Lachen. Blijf lachen, want mensen doen veel sneller dingen voor je als jij gewoon aardig voor hun bent. Ondanks dat je iets gedaan wil krijgen. En 3. Op het moment dat je denkt dat mensen onbeschoft doen in Azië, omdat ze een beetje spullen smijten, met eten smijten. Snel zijn is voor hen gewoon zo, ja, het allerbelangrijkste. En dan komt het misschien onbeschoft over, maar dat is het absoluut niet. En, oh, en 4, want hier begon ik eigenlijk mee, dit was echt zo cool. Ik had zeg maar beledigd kunnen zijn dat ze me niet die tafel in de eerste instantie wilde geven. Of dat ze een beetje zo stroef erover aan het doen was of bla bla. En dat ik dan aan het einde gewoon nu gewoon zo'n beetje chagrijnig zou afrekenen van en dat ik hier überhaupt al zit en dat je geld aan me verdient. Maar ik kies er steeds vaker voor om dan juist aardig tegen mensen te doen. En weet je, oh, dit is waar overbelicht. Wauw, ik ga even in de schaduw staan. Ik kies er dus steeds vaker voor om dan alsnog heel aardig tegen mensen te blijven doen. En weet je wat er net gebeurde? Ik zei tegen haar, oh, het eten was zo lekker. Het eten was ook echt heel lekker. Echt super lekker. Dankjewel dat ik ook nog alsnog hier mocht zitten. Blah, blah. Weet je wat ze zegt? Dankjewel. In het Nederland. En je hebt meteen een gesprekje. En dit hiermee loop ik vet gelukkig weg, is zij vet gelukkig, omdat ik ervoor kies om niet beledigd te zijn hoe stroef zij deed en dat ze zo moeilijk deed over die tafel. Dus kies er gewoon voor om niet, nee, weet je, ik formuleer het anders, kies er gewoon voor om de meest positieve reactie te geven die jij kan geven. En nogmaals, wat ik zei in mijn video van vorige week, als mensen dan alsnog raar doen, dan ligt het gewoon aan hun, maar dan ben jij wel gewoon nog steeds aardig bezig en loop jij met een goed gevoel over jezelf weg, dat jij in ieder geval niet onbeschoft hebt gedaan. Dat zijn eventjes, ik ben even helemaal happy, want ze begonnen ineens Nederlands te praten. Vet cool! Ik ga nu terug hiken, want het is bijna 3 uur en ik heb zeker 1 uur nodig om terug te komen. En nog 1 uur om weer thuis te komen, want ik moet weer die veerboot pakken en dan weer met de metro en la 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 la. En ik heb om 5 uur met Niesje afgesproken, we gaan vanavond als het goed is weer het eten met vrienden. Ja, oh, trouwens, als je denkt van, wat is er nou weer heilig aan het doen? Je bent toch ook wel chagrijnig? Tuurlijk ben ik wel chagrijnig, maar op momenten dat ik gelukkig ben, dan kies ik er bewust voor om iemand me niet uit mijn zone te laten halen. Ik probeer zoveel mogelijk mijn best te doen om in die zone te blijven zitten. En ik vind dat eerlijk gezegd altijd een stuk makkelijker als de zon schijnt. Heel simpel. Oké, ik denk dat ik iets te avontuurlijk bezig ben. Zie je die gigantische kakkerlak daar? Gadverdamme, joh. Ik weet dat ze nog groter kunnen, maar ik vind deze al gigantisch. Plus, ik dacht, hey, ik neem een klein omweggetje. Ik ga bij een strand kijken. Ik loop zo midden een spinnenweb in. En ik wist even niet wat er gebeurde, want ik had mijn zonnebril op. En ik zie ineens zo'n, nou, oké, ik ga niet zeggen zo'n beest. Het was zo'n groot zwart beest langs mijn buik naar beneden. Ik dacht, nee. Spin op, maar ik was ook echt keihard aan het schreeuwen. Zoals zie je maar, mensen komen mij helpen. Nat. Maar ik wil het strand zien, dus ik ga wel even doorlopen. Maar ik ben te avontuurlijk bezig, mensen. Beesten, no!
Weet je, laat maar zitten. Hier zit namelijk weer een gigantisch spinnenweb. Oh, kijk, daar zie je de draadjes. Even kijken. Kan je hem beter zien? Hij zit hier. Yeah, ik hou het voor gezien. Ik ben weer terug. Even snel douchen. Mijn broertje zit in een andere wijk, maar die komt ook zo terug. En ik ga bellen met Nadine en mijn nichtjes. Yeah, ik kreeg net allemaal vet leuke WhatsAppjes binnen. En dat is wel echt elke keer heartbreaking. Als mijn nichtjes zeggen, Tante Ivana, ik mis je zo. Wanneer kom je weer terug? Dat is echt horrible. Maar ik ga zo meteen wel spreken. Daar heb ik echt heel veel zin in. Wij zijn lekker aan het eten. Ik had zo'n honger dat ik gewoon compleet ben vergeten het eten te vloggen. Dit is Dandami. We hebben weer Sichuan eten. Mapo tofu, boontjes met komijn, dumplings in hete chili oil. Dat was spicy komkommer. En dit is Alyosha, die net een hap neemt. En Diane. Super grappig zij. You're too funny. En mijn brother, mijn broertje natuurlijk. OMG, dit is echt hilarisch. Er is dus blijkbaar ook een Chinese versie van Tinder. Net zoals er een Chinese versie van YouTube, een Chinese versie van Instagram. We zijn nu een account aan het aanmaken voor Nies. En hij verstaat er niks van. En hij heet From Hong Kong With Love. Nies, laat je profile pic zien. Oh, you can do Twitter. Dit is zijn profile pic. Hoe spontaan! Ik zei Sparkle, Nies Sparkle. Niet alleen hebben we een missie om Nies aan een Chinese vrouw te helpen. Alyosha wilde heel graag een toetje hebben. Ondertussen hebben we gezeten in een gewone bar, in een Ierse pub. We hebben een McDonald's gezocht die we niet konden vinden. En we zoeken nu een Starbucks die we ook niet kunnen vinden. En nu willen ze misschien gewoon durian kopen. Nu gaan we naar een bakkerij om daar blijkbaar te gaan. Oké, letterlijk 2 seconden later. Het wordt nog Starbucks, maar we kunnen het niet vinden. De missie gaat verder, want blijkbaar is het nog niet op deze verdieping. Oké, soort van James Bond. Wauw, ze hebben geen cheesecake. Wat een anticlimax, jongens. Wat een anticlimax. Oh. Kijk deze oprechte teleurstelling. Dit is een loon. En Diana ook. What the hell is this? It's banana bread. Bananenbrood, veel te gezond. Geen echte cheesecake. Just take the cake. Hey, het is 12:30. Ik heb net de tweede vlog alweer geëdit. Zo spannend. Morgen is mijn laatste volle dag in Hongkong. Ik heb zelfs een draaiboek gemaakt voor alles wat ik nog wil doen. Dat ga ik je morgenochtend even laten zien. Voor nu, dankjewel voor het kijken. Heb je zoiets van, OMG, ik moet meteen meer travel vlogs zien of ik wil nog iets terugkijken? Dan vind je hier alvast een link naar de vorige video en de travel vlog afspeellijst. En denk je bij jezelf, ik mag niks missen. Deze travel vlogs zijn super tof. Abonneer je dan hieronder. Dat kan gewoon door hier te klikken. En dan ben je geabonneerd en krijg je updates automatisch binnen. Dankjewel voor het kijken. Welterusten en tot morgen.